wel of niet kleur, naam, werking. En dat is triest en treurig om dat nog steeds te constateren. Maar wij gaan uit van de kracht van de mensen. Ja, volgens mij was het een heel waardevolle avond. En als ik zo terugkijk, dan hebben we ook genoeg opkomst gehad, zeg maar. En wat betreft de informatie wat wij wilden overbrengen aan onze achterbaan, het is ook behoorlijk gelukt. Er is ook heel goed discussie op gang gekomen, waarvan we onze ideeën op kunnen doen van verschillende partijen. Moest van jou vragen, wat was uw vraag? Nee, eerst wat dit We hebben vanavond debat gehad over de provinciale verkiezingen. Het is goed dat politici hier zijn en ik vind dat de burgers moeten natuurlijk gaan stemmen. Maar dan begint de volgende fase van zijn die politici ook bereid, nadat ze gekozen zijn, om te zorgen dat die burgers invloed kunnen uitoefenen op provinciale thema's. Of nou gaat de energietransitie, verduurzaming, armoede, huisvesting, kwaliteit van water en leefomgeving. En ik denk dat die boodschap is duidelijk gemaakt ook vanuit de zaal richting politici. En wij hopen dat ze natuurlijk dat ze gekozen zijn daar ook werk van maken. Ik ga er heel snel aan voorbij hoor, techniek. Maar de zorg is die we hebben, eigenlijk willen we geen gas meer in Nederland, gasloos. Hè? Dat is eigenlijk de nieuwe norm, we willen liefst naar gasloos. Meten in iedere wijk, zodat geen clusters ontstaan, zodat alle bevolkingsgroepen met elkaar kunnen samenwerken. En zodat de vergunning van die loading, hoor, dat is wel een gigantisch probleem. Het grootste probleem wat wij met z'n allen hebben, dat zijn de medicijnresten in het water. Ik zie u knikken, dus het komt bekend voor. Het zijn niet alleen medicijnresten, het zijn microplastics, het zijn vezels van onze kleding die we in de wasmachine mikken. Daar hebben we echt een heel groot probleem. Daar werken we als waterschap op knetterhard aan en dat doen we vooral met nieuwe technieken om te filteren. En dat sluit een beetje aan op de vraag van die meneer over onderwijs. Ja, inderdaad. Ja, we hebben het gevoel gekregen dat wij af en toe wel onze woordjes kunnen doen bij de politieke partijen. Maar dat moeten we zien na de verkiezingen inderdaad.